Het geduld van mensen met een beperking is op. Verbetering van hun rechten, vastgelegd in het Verenigde Natieverdrag Handicap, wordt door de Nederlandse overheid niet goed nageleefd. Daarom komen ze in actie om op te komen voor hun rechten. De Nederlandse regering heeft een waarschuwing gekregen van de Verenigde Naties dat ze meer moeten doen voor de rechten van de mensen met een beperking. Het kabinet negeert deze waarschuwing. Daarom is er een landelijke actie gestart vanuit IederIn voor het ondertekenen van een petitie Mijn geduld is op. Ook het Zelfregiecentrum in Nijmegen doet eraan mee en maakt bordjes met deze tekst. Op 10 december wordt het onderwerp besproken in de Kamer. Nou, dit is eigenlijk een hele goede aanleiding omdat de regering een plan moet maken rondom dat VN-verdrag. Ze hebben dat tot nu toe niet gedaan. Ze hebben gedacht van, nou ja, we kijken gewoon wat gemeenten zelf gaan doen. Het was heel vrijblijvend. En nu moeten ze een plan gaan maken, ook weer omdat het VN-comité daar ook op let. En nou ja, de Tweede Kamer is dus aan zet om dat plan nu goed in te vullen. Maar ja, dat hopen wij dan wat kracht bij te zetten door ook te zeggen van, ja, het is echt nodig, laat dit niet opnieuw gaan. Okay. De eisen die ze stellen zijn met name het naleven van het Verenigde Natiesverdrag, de wettelijke regelgeving hierop aanpassen en oneerlijke verschillen tussen gemeenten opheffen. Doordat iedere gemeente eigenlijk met een eigen actieprogramma bezig is rondom inclusie, zie je dat gewoon verschillen ontstaan. Ook een gemeenteraad is belangrijk. Die kan zeggen van, nou, het geld voor de zorg is op. Dat komt dan eigenlijk ook weer door het landelijke beleid. En daardoor worden eigenlijk de moeilijkheden voor mensen met een beperking steeds groter. Dus er is steeds minder geld. Nou, we hebben het eigenlijk over alle mensen met een beperking. Dat kan ook een psychische kwetsbaarheid zijn, een lichtverstandelijke beperking of een lichamelijke beperking. Toegankelijkheid en moeilijk taalgebruik zijn zaken waar mensen met een beperking nog dagelijks mee worden geconfronteerd. Met name die toegankelijkheid, zeg maar. Zelfs als je wilt reizen. En die dingen zijn niet goed toegankelijk voor mensen met algemeen verschillende beperkingen. Dus dat. Ja, de informatie, omdat ik ook ambassadeur ben voor een VN-verdrag. Dus informatie, daar werd met moeilijke taal gesproken. Dus. Het VN-verdrag gaat over rechten van mensen. Het is in 2016 al ingebracht en is niet vrijblijvend. Nou ja, dit gaat over rechten van mensen. Ja, ja. Laten we dat ook vooral heel duidelijk hebben. Dit gaat niet over zomaar wat ondersteuning en dat het vrijblijvend is. Het gaat echt over rechten van mensen. Dat VN-verdrag is heel duidelijk over dat er recht is op begrijpelijke informatie, recht op goed wonen, recht op goede zorg. Dus er zitten heel veel rechten in. Die zou eigenlijk iedereen moeten kennen. In elk geval iedereen die beleid maakt, die politiek bezig is. Die zou moeten weten waar dit over gaat. De petitie kan nog steeds ondertekend worden. En de bordjes gaan mee naar Den Haag. Ja, die bordjes zijn bezig. En die gaan hopelijk naar Den Haag. Om te laten zien, ja, onze geduld is op. We zijn heel lang bezig met VN-verdrag. En ja, die gaan naar Den Haag.